Ik ben heel zenuwachtig voor het interview van vandaag. Ik spreek heel veel mannen en vrouwen in voor mijn uitzending Claire Bekennen van RVU. Heel veel vrouwen spreek ik heel graag, maar dat zijn altijd vrouwen uit die kunst en die cultuur, bekende vrouwen. Vandaag spreek ik voor Van Cooten en De Bie, voor die deksel van die desk, met een vrouw uit het volk. En ik hou van vrouwen uit het volk. Zij zijn vaak sterker en beter dan die vrouwen met carrière. Ik ga nu aanbellen bij een vrouw die ik hoogelijk bewonder. Hallo. Ja, daar is hij. Ik ben Martin Chimek van de televisie. Ik wou beginnen te vragen of jij een stukje wil lopen. Gewoon lopen. Gewoon lopen in jouw eigen tuin. Ja. Nou. Kom maar. Zo. Geweldig. Als ik nou zeg dat jij een hele mooie vrouw bent, wat zeg jij dan? Ja, wat zeg je dan? Weet je wel, weet je niet. Wil je koffie? Wil je koffie? Zakkenmelk. Wil je koffie? Wat een geweldige vrouw. Die naam van jou, ja. Diana, dat is zo'n mooie naam. Ja. Hoe zie jij dat nou zelf? Nou ja, ik heet eigenlijk Dini naar mijn oma. Maar toen ben ik dan die kapsalon begonnen in 91. En die heb ik C. Diana genoemd. Dat klinkt gewoon beter, weet je wel. Jij bent dus eigenlijk, ben jij kapster. Jij hebt heel veel vrouwen mooi gemaakt. Jij bent zelf een mooie vrouw. Je hebt dus heel veel mannen gekend in jouw leven. Nou, misschien uit bosse mannen. Maar zoveel ook, dat ik er nou even mijn buik van vol heb. Dus even dimmen nou, weet je wel. Maar nou zie jij mij en jij denkt, mooie man. Oh ja? Nou ja, je bent niet lelijk, maar je bent niet mijn type. Ik bedoel, ik vind je meer een ober en een duur is. Toch? Want ik bedoel, ik ben niet vies van een nummertje, dat gaat niet om. Dus, als ik zeg, zou jij op dit moment met mij die bed willen delen, dan zeg jij... Je gaat eruit. Nou, ik wou alleen... Flik het op. Zou de mythet. Maar ik zo ibbel van, hè? Weet je wel, weet je niet. Met geslijm. Je geslavische boterbal, sodemieter top. Ga mijn tuin uit! Geweldig! Vrouwen uit het volk zijn zoveel sterker. Geweldige vrouw! Voor vrouwen met ambitie en een paar sleutelwoorden vallen mij dan op. Personal styling, aanwezigheid, uitstraling. Toen dacht ik, Bea, daar ligt jouw grote kracht. En als je iets van je eigen uitstraling over kan brengen op jonge vrouwen aan het begin van hun carrière, dan ben je heel goed bezig.